Goedenavond. Opschudding op de Oscars. Will Smith geeft de presentator een klap in het gezicht nadat hij een opmerking had gemaakt over zijn vrouw. My wife's name out your fucking mouth! I'm going to. Mariupol dreigt een humanitaire ramp. 160.000 inwoners willen vluchten, maar raken de stad niet uit. Lorin Parijs, ondervoorzitter van N-VA, stapt uit de politiek en wordt CEO van de Pro League. The best moment I enjoy after a world champion yesterday night, especially with all my team around me. En Biniam Girmay, de eerste Afrikaanse winnaar van Gent-Wevelgem, heeft een laatste keer getraind in ons land voor hij terugkeert naar Eritrea. Welkom. De 94e editie van de Oscar-uitreiking zal nog lang over de tongen gaan. In Hollywood werden de winnaars de voorbije nacht bekendgemaakt tijdens een echte galashow met alles erop en eraan. Maar het was toch vooral een incident op het podium dat opviel. Want na een grap van komiek Chris Rock over de gezondheid van de vrouw van Will Smith klom de acteur het podium op en sloeg hij Rock vol in het gezicht. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? En dan volgde een wel erg pijnlijke stilte, want die misplaatste grap over de haaruitval van Smiths vrouw had komiek Chris Rock beter niet kunnen maken. Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth! Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to. Die fucking, in een show die in Amerika live wordt uitgezonden, zoiets scripten? No way. Toen wist ik zeker, dit is een accidentele parcours. Dit was voor niet bedoeld. Daarna werd Will Smith bekroond als beste acteur voor zijn rol in King Richard, waarin hij de vader van tennissussen Venus en Serena Williams speelt. Tijdens zijn bedankingsspeech komen er excuses voor zijn woedeuitbarsting, maar opvallend niet bij Chris Rock zelf. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. De rol van overbeschermende vader is blijkbaar erg aan hem blijven kleven. Dat woord beschermen, dat heeft hij een aantal keer gebruikt in zijn speech. Ik moet mijn familie beschermen, ik moet Venus beschermen, ik moet Serena beschermen. En wat heeft hij gedaan vanmorgen? Hij heeft zijn vrouw beschermd. Thank you. Hope the Academy invites me back. Thank you. Of dit Smiths carrière nu zal schaden of juist niet, blijft voorlopig gissen. Voor de ogen van heel de wereld. Je vrouw gaan beschermen. Ik denk dat bepaalde mensen nog zullen zeggen: wow, dat is chic gedaan. Maar de manier waarop natuurlijk, het was een serieuze klap. Dat doe je niet, hè? Dat is niet goed te praten. Wow. En de Academy, de organisator van de Oscar-uitreiking, heeft intussen kort gereageerd op het incident via Twitter. De organisatie veroordeelt geweld en benadrukt dat het bij de uitreiking vooral om erkenning gaat. Zo blijkt ook uit het bericht. De Academie keurt geen enkele vorm van geweld goed. Vanavond zijn we verheugd om onze 94ste Academy Awards winnaars te vieren. Ze verdienen dit moment van erkenning van hun collega's en filmliefhebbers over de hele wereld, zo luidt het bericht. En niet alleen bij de Academy, ook in de rest van de wereld heeft de klap tijdens de live-uitzending voor verbazing en verbijstering gezorgd. Niet in het minst onder Smiths collega's zelf in Hollywood. Velen veroordelen, net als de Academy, zijn gewelddadige aanpak. Al kan hij, gezien de omstandigheden, ook wel op steun en begrip rekenen. Times when you're speaking about somebody's wife, you know, you can't really help that. So that's what I was saying. I think that both legends. I think. There's something deeper sort of to be discussed, and I hope they both step up man to man and kind of figure it all out, which I'm sure they will.
Aanleiding voor het incident zou de ziekte zijn waar de vrouw van Will Smith aan leidt. Alopecia areata. Alopecia betekent haaruitval. En in dit geval gaat het om een auto-immuunziekte met kale plekken op het hoofd. Een ziekte die moeilijk behandelbaar is. En voor de patiënten is de aandoening vooral mentaal lastig. Dus ik zie toch in verschillende plekjes al wat nieuwe korte haartjes staan. Dus dat is een heel goed teken. Mm-hmm. Dus dat de behandeling een beetje aan het aanslaan is. Rhea sukkelt al sinds haar 10e met alopecia areata, een vorm van kaalheid die 1 op de 100 mensen treft. Dr. Dutré is er als dermatoloog in gespecialiseerd. Zij heeft ronde kale plekjes eigenlijk, waar dat ondertussen wel weer wat teruggroei ook in ontstaat. En als ik dat dan met de dermatoscoop bekijk, dan zie ik daar ja, wat we noemen black dots in zitten en uitroepteken haren. Dus dat zijn bepaalde structuren die wel typisch zijn voor die ziekte, voor die alopecia areata. Iedereen kan de ziekte krijgen, vrouwen en mannen, jong en oud. Kaal worden kan met plekken op de hoofdhuid of in de baardgroei. Wat we weten is dat het een auto-immuunaandoening is. Dus eigenlijk de eigen witte bloedcellen die die haarfollikeltjes als een vijand plots beschouwen en die haarfollikeltjes aanvallen, waardoor dat ze uitvallen. Echt genezen is moeilijk. Cortisone in zalf of spuitjes kan de opstoten wel onderdrukken. De ziekte is vooral psychologisch erg moeilijk. In de winter deed ik altijd een muts aan, binnen, buiten. In de zomer een petje. En het gaat zelfs zover dat ik een klein stukje pruik heb aangekocht om het te kunnen verstoppen. Sinds een jaar heb ik het eigenlijk zelf eindelijk aanvaard. Maar daarvoor is het de hele tijd eigenlijk proberen te verstoppen. Maar dat is misschien het moeilijkste om het zelf te proberen aanvaarden en mee te leren leven met de aandoening. En de Oscar gaat to. Straks keren we nog eens terug naar Los Angeles en naar de beeldjes zelf, want er zijn uiteraard nog vele andere Oscars uitgereikt. Maar nu eerst naar Oekraïne en naar de oorlog in het land. In een opmerkelijk interview met Russische journalisten heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd dat Oekraïne bereid is om een neutraal land te worden dat geen lid is van de NAVO. Daarmee gaat hij in op een van de eisen van Rusland om de oorlog te stoppen. Безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. En tijdens vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zouden zeker 2 leden van het Oekraïnse team en de tussenpersoon, de miljardair Roman Abramovich, vergiftigd zijn. Dat meldt de kwaliteitskrant Wall Street Journal. Oekraïne had Abramovich hier op archiefbeeld gevraagd om als bemiddelaar dienst te doen. Net als de 2 Oekraïnse vertegenwoordigers had hij last van rode en pijnlijke ogen en had hij ook huidproblemen. Die zouden intussen verholpen zijn. En ik keer nog even terug naar de uitspraak van de Oekraïnse president. Want ondanks die uitspraak wijst volgens de Oekraïnse regering niets erop dat Rusland zijn plannen om de hoofdstad Kiev in te nemen heeft opgeborgen. Gisteren had Rusland nog aangekondigd dat het zich zou focussen op Oost-Oekraïne. Maar de Oekraïners zeggen dat daar niets van aan is. In de havenstad Mariupol, in het zuidwesten van het land, zitten intussen nog altijd 160.000 burgers vast. Daar dreigt een humanitaire ramp. De 70-jarige Valentina keert terug naar haar appartement in Mariupol. Valentina kan en wil ook niet weg uit de stad. In Polen komen elke dag nog tienduizenden vluchtelingen aan. Velen uit Mariupol,
zoals Alina en haar moeder. I moved to a basement of my friend's house because my five-story building did not have a basement to go to on the first day of the war, on the 24th, and I haven't been home since. And yesterday I found out I don't have a home to go back to because it was bombed and it collapsed. My dad is missing. I had the last communication with him on the 27th. Uiteindelijk kon Alina vertrekken. De situatie was onleefbaar geworden. We melt snow to have at least something to drink. We cook on open fires under shelling and bombs. A lot of people are just, I think, starving to death in their apartments right now with no help. In Mariupol zijn ze niet eens toe aan het tellen van de doden. Wie nog leeft, prijst zich gelukkig een magere troost. Слава Богу. Живые. И дочки дома, и батька. Папка жив. Ja, het zijn vreselijke omstandigheden. Dan naar het westen van het land, naar Lviv, naar Marijn. Trio, Marijn, dit weekend is Lviv ook opnieuw gebombardeerd. Wat merk jij daar nu concreet nog van? Wel, sinds die bombardementen op een olieopslagplaats hier in Lviv eergisteren zijn er meer en meer luchtalarmen geweest. Vooral vanmiddag was er nog één. Zonder veel erg, het duurde ook maar een half uurtje. Gisteravond heeft er 2 uur lang een luchtalarm weer klonken. Hier is er geen raket of een ontploffing geweest, maar in Lutsk, een stad wat meer naar het noorden van Lviv, is wel een raket neergekomen. Vanuit Wit-Rusland zou die zijn afgevuurd en die heeft daar ook een brandstofopslagplaats geraakt, zoals dus ook eergisteren hier en ook de dagen voordien al op andere plaatsen. Want je ziet dat hier in het westen van Oekraïne grote opslagplaatsen voor brandstof zijn. Die brandstof wordt dan nadien verdeeld over de rest van Oekraïne, waarmee het Oekraïnse leger natuurlijk ook bevoorraad wordt. En je ziet dus dat Rusland zich militair op de grond in elk geval focust op het oosten, het zuiden, eventueel ook nog Kiev. Maar dat het met raketten ook wel probeert om die strategische doelen in het westen uit te schakelen. Ja, Marijn, Lviv is al weken ook een toevluchtsoord voor Oekraïners die op de vlucht zijn. Hoe groot is die vluchtelingenstroom daar nu nog? Wat echt de overrompeling die het pakweg 2-3 weken geleden was, is het nu iets minder of is het niet meer? Natuurlijk zijn er al miljoenen mensen wel op de vlucht in eigen land ook. En vele honderdduizenden daarvan zijn ook in Lviv terechtgekomen, al dan niet doorgereisd. Je hoort ook op straat heel veel Russisch bijvoorbeeld. Mensen die dan uit het oosten van Oekraïne komen, terwijl dit eigenlijk een Oekraïnstalige stad is, Lviv. Maar we zijn vanmiddag ook bij het treinstation geweest. Daar zie je ook nog altijd die treinen wel aankomen uit het oosten, wel met veel minder mensen dan vroeger, maar er is ook nog opvang, er zijn tenten waar voedselbedeling is, waar mensen uitleg krijgen over waar ze heen kunnen, waar medische hulp ook is voor die mensen. Maar wat ook opmerkelijk is, dat er ook nog altijd treinen in de andere richting rijden natuurlijk. Dus naar het noorden bijvoorbeeld, naar Kiev, ook naar het oosten, steden waar het nu op dit moment veel gevaarlijker is. En we hebben bijvoorbeeld ook gesproken daar met mensen die die trein naar Kiev nemen, een rechtstreekse trein die niet stopt. Dus al die mensen gaan terug naar de hoofdstad waar op dit moment toch nog altijd Russische artillerie en raketten neerkomen. En bij die mensen die op die trein stappen zijn voor een deel vrijwilligers die uit heel de wereld komen, Amerikanen, Fransen, Colombianen, die mee willen gaan vechten. Zij willen niet voor de camera spreken, maar er zijn ook veel gewone mensen bij die vinden dat het nu toch tijd is om terug te gaan naar Kiev en opnieuw naar hun huis te gaan. En daar hebben we reportage over gemaakt. En daar gaan we nu naar kijken. Dankjewel, Marijn Trio. Het station van Lviv was de voorbije weken voor velen de eerste stop in relatieve veiligheid op de vlucht voor het oorlogsgeweld in het noorden en het oosten. Maar er rijden ook nog altijd treinen in de omgekeerde richting. De trein van 11:26 rijdt zonder tussenstop naar de hoofdstad Kiev. Sommige inwoners van de hoofdstad keren terug. Liever thuis in gevaarlijkere omstandigheden dan door het leven gaan als vluchteling. Na automobiele wegen van Lviv naar Kiev, rijden meer machines in Kiev. Больше людей уже возвращаются в Киев. Тяжело быть не дома. Могут быть бои, но как бы это мой дом, это где я родился, где я живу, и я как бы я себя здесь чувствую чужим. Veel van de inwoners die zijn achtergebleven in Kiev vechten en verdedigen de stad. Александр vluchtte wel naar Lviv, maar keert nu terug om zijn vrienden te helpen. А как я могу бросить своих друзей? Надо перевести там бронежилеты всякие такие вот помощь надо им. Ирпень Буча, Ирпень Буча. Да. Это мои одноклассники прямо.
Они военные или добровольцы? Как... Часть из них была военными, еще в ОС служили до этого. Часть только сейчас начала получать такую новую профессию. Хорошо, какой сказали еще раз? 24 месяц, пожалуйста, по червоному. Op de trein stappen vooral mannen. Zij hebben hun familie in veiligheid gebracht en willen nu hun stad verdedigen. Sommige vrouwen gaan mee aan boord om afscheid te nemen. Vladislav vertelde zijn vrouw dat hij kort zou wegblijven om spullen op te halen voor het werk. Я рад, что я туда возвращаюсь. Кстати, то я при жене говорил, что я, может быть, за неделю. Если я буду нужен в Киеве, я останусь в Киеве. Да? Да, если будет нужно за него сражаться, я буду за него сражаться. В армии я служил, как пользоваться стрелковым оружием, я знаю. Так что такое? А ваша жена это не знает? Зачем ей это знать, скажем так? А вы не боитесь тогда? Нет, я уже ничего не боюсь. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zitten in veel Vlaamse scholen Oekraïense leerlingen. Ze proberen zo goed als het kan de gewone lessen mee te volgen. Ook in de gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem in Brecht verwelkomen ze 4 Oekraïense kinderen. Alle extra lessen, zoals taallessen, geven de leerkrachten er vrijwillig, omdat er maar extra budget beschikbaar is vanaf 6 leerlingen. De school hoopt nu dat ze toch extra steun kan krijgen. R-O-Roos. Zeg eens. Roos. Meester Jeff geeft een uur per dag lessen Nederlands aan Oekraïense kinderen in basisschool De Sleutelbloem in Brecht. Jeff is met pensioen, maar komt dit met alle plezier vrijwillig doen. De poes. Ik kreeg telefoon van juffrouw Gerda. Van, we hebben kinderen en we zoeken iemand om een beetje te leren lezen in het Nederlands. En heb ik gezegd, je kan dat toch niet met fatsoen weigeren. Om die kinderen te helpen en Dus met alle plezier. Ook in de kleuterklas zit een Oekraïns kindje. Om hem zonder woorden duidelijk te maken hoe een klasdag verloopt, heeft de juf voor hem een boekje gemaakt. Dat ze zijn jas kan aan de kapstok hangen, gaan we samen in de kring zitten met de juf. En zo gaat het eigenlijk verder. Voor hem was het ook de eerste dag heel duidelijk dat ik het prentje aanwees van nu gaan wij onze koek opeten en we gaan onze jas aandoen. Hij ging dat ook echt automatisch doen na het zien van het prentje. Het hele schoolteam zet zich in om de kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Maar omdat hier maar 4 Oekraïense vluchtelingen zijn, krijgen ze daarvoor geen extra ondersteuning. Het team is echt fantastisch. Hebben de kinderen met open armen ontvangen, doen er alles aan om die kinderen te kunnen helpen, maar we moeten dat wel uit onze gewone uren nu doen. En vrijwillig. Het zou fijn zijn moesten we een aantal extra uren krijgen waar we toch iemand extra kunnen aannemen om die kinderen nog meer te leren en waar meester Jeff het niet op vrijwillige basis moet blijven doen, maar er toch iets tegenover kan staan. Met de kinderen lijkt het intussen goed te gaan. Op school voelen ze zich veilig en geborgen. De meeste Vlaamse leerkrachten willen geen kortere zomervakantie. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijsbond waarop 5000 leden hebben geantwoord. In het Franstalige onderwijs zal de zomervakantie volgend schooljaar 2 weken korter zijn. De herfst- en krokusvakantie wordt het dan een week langer. In Vlaanderen heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz advies gevraagd aan alle sociale partners, maar de leerkrachten zijn dus alvast tegen. Hoogbegaafde kinderen kunnen voortaan al voor de leeftijd van 5 jaar naar de lagere school. De minimumleeftijd om te starten verdwijnt. In het secundair onderwijs kunnen hoogbegaafde leerlingen voortaan vrijstellingen krijgen voor 1 of meerdere vakken. De nieuwe regels moeten voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen schoolmoe worden en afhaken. En in Leuven heeft een delegatie van universitaire medewerkers een open brief met 700 handtekeningen overhandigd aan rector Luc Sels. De ondertekenaars eisen concretere acties na gevallen van grensoverschrijdend gedrag, ook aan de Leuvense Universiteit. De rector praatte 1,5 uur met een deel van de delegatie die tevreden terugblikt. De excuses dat wij van de rector verwachten zijn aan bod gekomen. En de rector gaat daaraan werken. En ook de volgende acties, wat is zijn plan om het probleem van grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit aan te pakken is. En we hebben nu volle vertrouwen dat hij dat gaat aanpakken. Lola en Lander,
jullie ontvangen de mensen, jasjes weghangen, begeleiden aan tafel uiteraard bij de dames, de stoelen wegtrekken en terugzetten. En dan de twee personen die verantwoordelijk zijn hier gaan onmiddellijk water geven. En Jonas die komt de champagne inschenken. We hoorden enkele richtlijnen voor het zaalpersoneel van restaurant De Karmeliet in Brugge. Meer dan 5 jaar nadat de deuren van Drie Sterrenzaak in Brugge sloten, is het restaurant vanmiddag weer opengegaan. Niet als sterrenrestaurant, dat is verleden tijd, maar wel als stagerestaurant voor studenten in de internationale opleiding Culinary Arts van Hogeschool Vives in Brugge. Straks een shallotje, fijn, versnipperd en een keer kort aanbakken. In deze keuken werden tot 5 jaar geleden 3 sterrenmaaltijden gekookt. Nu nemen studenten en hun leerkrachten de macht over op een bijna mythische plek. Karmeliet ben ik zelf nooit geweest omdat ik te jong was. Maar ik heb er wel veel van gehoord en ja, dat vind ik wel leuk, zeker met die ovens. Geert van Hekken, voormalig chef in de Karmeliet, komt de studenten een hart onder de riem steken. Allee, succes, jullie ook. Hè? Het doet mij plezier om dat terug, die bezigheid te zien. Met meer koks natuurlijk, maar nou, jullie moeten veel leren, denk ik. Hè? Nog 2 tartelet, alsjeblieft. Ja, chef. Het zijn chefs van Hotelschool Terduinen in Kokseide die de jonge koks het métier leren. Samen serveren ze de gasten een menu van €45 met hapjes, gevolgd door een taartje met gepekelde pieterman, een hoofdgerecht met kip, asperges en truffel en een dessert. We moeten natuurlijk nuanceren. Het zal geen 3 sterren, 3 Michelinsterren niveau nog niet zijn. Natuurlijk streven we wel naar een mooie kwaliteit. En ik ben er ook van overtuigd dat onze studenten dat, zelfs als in het eerste jaar studenten, dat ze dat toch al gaan kunnen leveren vandaag. Very exciting. A lot of pressure. But we have amazing chefs who are really inspiring us and teaching us so many things to a really high standard. En hoe loopt het? Goed eigenlijk. Niet te veel stress, want wel druk, hè? Ja, maar dat is standaard in de keuken. Hè. Maar de studenten doen meer dan koken. Ze bedienen ook en ze volgen de bestellingen op. Het totaalconcept, zeg maar. Het was in het begin een beetje moeilijk, maar het gaat nu zeker heel goed. Ja. Hoe voelt dat om hier dit werk te doen? Heel goed. Het is eindelijk iets dat we in praktijk echt kunnen waarbrengen. En dat is wat we altijd al hebben willen doen. De Karmeliet Nieuwe Stijl is dit jaar maar 4 dagen open tot donderdag. Maar volgend jaar breidt het project uit en wordt de stage met 6 weken verlengd. Twee depots van courierbedrijf PostNL zijn gesloten na een inval van de federale politie en de sociale inspectie. Het gaat om de vestigingen in Willebroek en Wommelgem. 9 mensen zijn daarbij opgepakt. De inval past in een onderzoek naar zwart werk en inbreuken naar deeltijdswerk. Eind november vorig jaar was er ook al eens een grootschalige inval bij PostNL. Hoeveel pakjes nu geblokkeerd zijn en voor hoe lang is nog niet duidelijk. Het courierbedrijf zal zelf contact opnemen met klanten van wie pakjes geblokkeerd zijn. De overheid is er niet in geslaagd om ons, burgers, te beschermen tegen de PFOS-vervuiling. Dat is in een notendop. De conclusie van de onderzoekscommissie in het Vlaams parlement naar het PFOS-schandaal in Zwijndrecht. Op en rond de site van het bedrijf 3M zijn alarmerende waarden van de chemische stof gevonden, ook in woongebied. De onderzoekscommissie moest uitzoeken of er eerder ingegrepen had kunnen worden. Sinds midden vorig jaar weten mensen in Zwijndrecht dat ze beter geen eieren of groenten uit eigen tuin eten. Dat weet ik ook niet wat ik ermee ga doen. Waarom wij geen pataten eten of niet? Hadden die mensen dat eerder kunnen weten? Het antwoord in het rapport is eigenlijk ja. Er liep veel mis, al is 3M de eerste schuldige, klinkt het. Tot onze grote consternatie hebben vastgesteld dat het langs de lucht PFAS is blijven uitstoten, dat het zelfs producten in de Schelde heeft gelost zonder het te melden aan de overheid. Dat is natuurlijk flagrant. De belangrijkste vaststelling die we maken is dat de overheid er niet in geslaagd is om haar kerntaak te vervullen, het beschermen van de gezondheid van de mensen. Administraties lieten geen informatie doorstromen, klinkt het. De politiek klasseerde PFOS te snel als risicoloos. Een collectieve verantwoordelijkheid, geen specifieke schuldigen. Oppositiepartijen Vlaams Belang, PvdA en Groen hadden dat liever anders gezien. In de aanbevelingen hebben we heel duidelijk vastgesteld dat er echt duidelijke verantwoordelijkheden moeten toegewezen worden aan iedereen in de keten. Als dan de discussie komt over het politieke niveau en men past zijn eigen aanbevelingen niet toe, ja, dat doet dan afbreuk aan de slagkracht van uw aanbevelingen. De onderzoekscommissie doet verschillende aanbevelingen, ook voor de buurtbewoners. Zo willen we echt dat 3M
op haar verantwoordelijkheid gewezen wordt en ook echt zal moeten opdraaien voor de sanering en voor de kosten die ook mensen hebben voor hun gezondheid. We bevelen ook echt heel sterk aan om het aantal bloedonderzoeken, om dat substantieel op te drijven, zodat ook mensen die echt zich willen laten testen, ook op Rechteroever, zich kunnen laten testen. Afwachten of en wanneer de aanbevelingen werkelijkheid worden. In Zwijndrecht zelf hadden sommige bewoners deze conclusies verwacht. Ze vinden het een goede zaak dat 3M als schuldige wordt aangeduid, maar ze verwachten nu wel compensaties. Zwijndrecht ligt er idyllisch bij op deze zomerse dag. Maar de grond hier is vervuild met PFOS. Dat werd duidelijk toen de Oosterweelwerken hier begonnen naast de 3M-fabriek. Dat er geen individuele politici verantwoordelijk zijn volgens de onderzoekscommissie en dat 3M de schuldige is, hadden ze hier verwacht. 3M is een vervuiler. En de politiek heeft het toch nooit niet gedaan. Dus dat is, er zijn wel schuldigen. Ik denk dat het eerder is omdat de Oosterweelverbinding moest erdoor komen. Ja, ik had verwacht en gehoopt dat ze de Oosterweelwerken zo stilgelegd hebben. Maar ja, dat is ook maar tijdelijk. Ze hebben dat mond stilgelegd en nu doen ze goed en verder. Intussen is er wel economische schade. Deze perenboer verloor heel wat klanten. Hij vindt de conclusies van het rapport terecht. Of er iemand geslachtofferd wordt of niet, daar worden wij niet beter van. Ik denk dat het veel belangrijker is dat 3M met de buurt bijeen gaat zitten en gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om compensaties te voorzien. De boeren verwachten compensaties. De buurt vraagt dat 3M properder gaat produceren. Voor ons is het heel belangrijk dat er natuurlijk op industrieel vlak het een en ander verandert. Dat we weten van ja, de aarde is niet oneindig te vervuilen. Dat is toch wel iets wat we hieruit moeten leren. Het zou wel een oplossing zijn, moesten ze hun vervuiling naar ergens anders kunnen lozen, plaats van een woonmoer in het water, want ja, dat is ook niet de oplossing. Sommigen vragen zich af of de gronden van de tuinen niet moeten afgegraven worden. Of is dat ooit zal gebeuren, denk ik niet. Dat zal veel te veel geld kosten. Wij zullen het niet meer meemaken, denk ik. En in Beerse, in de provincie Antwerpen, woedt een zware brand bij een afvalverwerkingsbedrijf vlakbij het kanaal Dessel-Schoten. De brand is hevig met metershoge vlammen en de rookpluim is tot kilometers ver te zien. Verschillende brandweerposten zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade juist is. Dag Maarten. Ja, jij begint met het sportnieuws en je komt nog eens terug op Gent-Wevelgem van gisteren. De heilige week is begonnen. Hè. Dan draait alles rond koers. En alles draait ook nog rond de winnaar van Gent-Wevelgem van gisteren. Dat is Biniam Girmay. En dat hij een toptalent was, dat wisten de kenners al een tijdje. Maar nu is hij plots ook bekend bij het hele grote publiek. Girmay die is afkomstig uit Eritrea, wordt nu zaterdag pas 22. En hij is dus de allereerste Afrikaan die een voorjaarsklassieker wint. En dat dat veel teweeg brengt, dat bleek vanmiddag nog maar eens toen hij een laatste keer praatte met heel veel pers. Girmay die gaat het nu allemaal laten bezinken in Eritrea, waar hij eindelijk zijn familie zal terugzien. Die moet hij altijd voor lange tijd achterlaten om hier te schitteren in de koers. Hoe voelt de winnaar van Gent-Wevelgem zich vandaag? Dat wil iedereen eigenlijk wel weten. Good. Very good. Very good. Perfect. En dan snel die fiets op. Biniam Girmay verkiest de koersfiets boven het verplichte gezelschap van journalisten en fotografen. I really don't like to be like this in front of cameras. This, but I really like cycling, winning. But I really don't like the, I say the famous guy, you know, to go everywhere. This camera photo. I really maybe like. You have a problem now. Yeah, for sure. Are you ready for what's coming? I think I'm not ready. Girmay is geen tafelspringer, wel een gewone, rustige jongen. Het is een kalme, verstandige, gemotiveerde jongen. Open persoonlijkheid. Als hij aan je vraagt hoe gaat het met je, dan wil hij ook echt weten hoe het met je gaat. Ik heb er nog weinig meegemaakt, maar na succes gaat hij bij alle hotelkamers langs. En hij bedankt iedereen persoonlijk. Ja. Dat wil veel zeggen. Ja, maar het is een hele dankbare jongen. Maar plots komt er wel veel op hem af, want hij is de eerste Afrikaan die een klassieker wint. It's also a bit pressure, you know, because like you, everyone is looking on you and everyone talking about you. So this is also make you a bit. You feel pressure? Yeah, after yesterday, yes.
Morgen vliegt Girmay naar Eritrea, naar zijn vrouw en zijn dochtertje. De Ronde van Vlaanderen rijden is geen optie. My family is the first thing. Even more than the bike. So I have to take care of them, of course. Because 3 months, she take care of the baby, everything. I'm there. So this also is not my plan. Of course, I'm in good shape, but this is not my plan. Dat is misschien wel de belangrijkste taak nu voor zijn ploeg. Zorgen dat een grote talent zich goed blijft voelen. Hij heeft nu een kindje van 1 jaar en die heeft hij, ik geloof, alles bij elkaar 2,5, 3 maanden gezien. Dus hij doet grote opofferingen. En daar proberen wij hem zo goed bij te helpen. We zien Girmay terug in de Giro, waar hij dan een etappe wil winnen. Een prachtige dochter. En nog een mooi verhaal uit het wielrennen. Want de Colombiaan, Egan Bernal, die kan opnieuw buiten trainen op de fiets. Bernal die viel 2 maanden geleden zwaar. Hij reed tegen een bus. Hij moest eerst opnieuw leren stappen met een harnas. Enkele weken geleden kon hij al op de rollen trainen. En nu postte hij op social media foto's waarop hij op de weg aan het trainen is. Na 2 maanden en 20 gebroken botten sta ik hier en ik wil meer. Zo schreef Bernal erbij. De Colombiaan die won al de Tour en ook de Giro. En nog meer koers vanavond in Leven de Ronde op 1. De Pro League, dat is de verzameling van profclubs in het voetbal, heeft een nieuwe CEO. Het gaat om Lorin Parijs, die onmiddellijk stopt als Vlaams volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter bij N-VA. Parijs die heeft een verleden in het voetbal, want hij was een jaar lang operationeel directeur bij Club Brugge. En als nieuwe CEO zal hij zich onder meer moeten buigen over het nieuwe competitieformat. Van de politiek naar het voetbal. Patrick Janssens is waarschijnlijk de bekendste naam die stap zette. Lorin Parijs volgt zijn voorbeeld. Hij kiest wel niet voor 1 club, maar wordt CEO van de Pro League, van alle profclubs dus. Parijs leek politiek nog lang niet uitgespeeld. Waarom nu die stap? Dat is omdat voetbal natuurlijk zo'n mooie sport is. En ik heb echt wel de ambitie, samen met alle leden van de Pro League, om die te doen groeien als sport. Maar ook als maatschappelijke motor. En daar kunnen we nog wel een tandje bij steken, denk ik, in dat bekend te maken. En ook als economische sector. Parijs werkte in het verleden nog voor Club Brugge en ook voor clubvoorzitter Bart Verhagen. Zal hij nu dan niet gezien worden als een mannetje van club? Ja, ten eerste is het zo dat Wouter van den Houten de gesprekken heeft gevoerd en eigenlijk dit proces tot een goed einde heeft gebracht, wat de aanwerving van een nieuwe CEO betreft. Ten tweede klopt het dat ik op een blauwe maandag kort COO ben geweest bij Club Brugge. Maar met Bart Verhagen zelf heb ik sinds dat ik daar vertrokken ben eigenlijk geen enkel contact meer gehad. Parijs wil nu in elk stadion van de 26 profclubs een match gaan bekijken en zal dan onder meer ook spreken over het competitieformat. Volgend seizoen moeten in principe 3 clubs zakken om zo terug naar een competitie met 16 te kunnen. Op een beslissing daarover is het nog even wachten. De volgende algemene vergadering is eind mei. Dat zal daar zeker een onderwerp op zijn, op die algemene vergadering. En ik hoop dat we dan al een aantal knopen kunnen doorhakken. En vanavond in Laat praat Lorin Parijs over zijn afscheid van de politiek en over zijn nieuwe job. Bij de Rode Duivels krijgen de spelers morgen een van de laatste kansen om zich te tonen aan de bondscoach met het oog op zijn selectie voor de Wereldbeker in Qatar op het einde van het jaar. De 2-2 tegen Ierland van eergisteren was teleurstellend. Morgen in een oefenwedstrijd in Anderlecht tegen Burkina Faso moet het beter. De bondscoach die heeft de meest ervaren spelers niet geselecteerd om de anderen aan het werk te laten zien. Want later dit jaar komen er alleen nog andere wedstrijden met inzet. Hallo, bonjour. Bezoek op training vandaag. Thomas Meunier komt langs. Niet om mee te trainen, want hij is geblesseerd. En de bondscoach heeft de ervaren duivels niet geselecteerd. Het is aan anderen om zich morgen te tonen met het oog op de Wereldbeker in november. Wie niet in actie komt, weet dat er werk aan de winkel is. Everyone that has been in the camp is in our future plans. How future those plans depends a little bit on the level of performance of these players at club level, as well as what the other players are doing around them. So if the World Cup would be tomorrow, yes, you can worry, but you shouldn't worry for the long term. Ik denk dat iedereen die speelminuten krijgt, die een kans krijgt om op het veld te staan, die wil laten zien aan de bondscoach van kijk, ik ben klaar om deze ploeg iets bij te brengen. Ik ben klaar om in november mee naar Qatar te gaan. En we zijn hier met 6 of 27 man die graag willen spelen, die het graag willen laten zien. Simon Mignolet is naar huis. Mats Sels staat morgen in doel. Andere namen wil Martinez nog niet noemen. En winnen is niet belangrijk. Ook al is dat in de jongste 5 matchen van de Duivels maar 1 keer gelukt.
rather than waiting that our experienced players retire from international football and face a cliff in Belgian football and then find solutions. It's our responsibility to try to prepare as many players as we can to be as competitive as we can for the next decade in Belgian football. Het WK voetbal straks in Qatar in november en december. En 100 dagen voor de start van het EK voetbal voor vrouwen in Engeland is ook de ticketverkoop officieel van start gegaan. Wie de Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, ter plaatse wil aanmoedigen, kan van nu af aan dus kaartjes kopen. In voorverkoop werden al meer dan de helft van 700.000 beschikbare tickets verkocht. Het EK vindt plaats van 6 tot 31 juli. De Red Flames die nemen het in de groepsfase op tegen Frankrijk, Italië en IJsland. Tennister Victoria Azarenka is tijdens haar wedstrijd in de derde ronde van het toernooi van Miami plots gestopt. De Wit-Russin stond 6-2 en 3-0 achter tegen een 16-jarige Kazakse toen ze het voor bekeken hield. Achteraf gaf ze aan dat ze uitgeput was na stresserende weken. Azarenka is in haar land een van de weinigen die openlijk de oorlog van Rusland in Oekraïne veroordeelt. En de Russische kunstschaatser Kamila Valieva stond dit weekend opnieuw op het ijs. Het was voor het eerst sinds ze vorige maand op de winterspelen in het oog van de storm stond na een positieve dopingtest. Valieva wacht intussen nog altijd op haar straf. Als Russin mocht ze sowieso niet deelnemen aan het WK afgelopen weekend. Daarom organiseerde Rusland een alternatief voor dat WK waar Valieva dus wel kon schaatsen. Een razendspannend duel was het in de grote prijs Formule 1 van Saoedi-Arabië. De tweede grote prijs van het seizoen. De wereldkampioen Max Verstappen die haalde het uiteindelijk van de Monegask Leclerc. De winnaar van de eerste grote prijs van het seizoen. En Lewis Hamilton, dat is de zevenvoudige wereldkampioen en op de sukkel met zijn auto, pakte als tiende toch een punt. De start in Saoedi-Arabië vanuit de wagen van wereldkampioen Max Verstappen. In zijn Red Bull gaat hij al in de eerste bocht voorbij de Ferrari van Carlos Sainz, van plaats 4 naar 3. Voor hem rijden dan nog zijn ploegmaat Sergio Perez en die andere Ferrari van Charles Leclerc. Lewis Hamilton startte na een tegenvallende kwalificatie pas van op de 15e plek. En ook tijdens de race heeft hij problemen met zijn Mercedes. Car slow down. De zevenvoudige wereldkampioen zal pas tiende worden. Vooraan valt Perez door een ongelukkig getimede bandenwissel terug van plaats 1 naar 4. En dat is het begin van een heerlijk duel om de overwinning tussen Leclerc en Verstappen. Op 8 ronden van het einde gaat de Nederlander voorbij de Monegask naar de leiding. Maar Leclerc heeft zich niet zomaar gewonnen. Hij pakt Verstappen meteen terug. Even later waagt Verstappen weer zijn kans. Maar dit keer verremt hij zich. Derde keer goede keer dan maar. Op 3 ronden van het einde plaatst Verstappen een ultieme aanval. En het lukt. De eerste zege voor de wereldkampioen in het nieuwe seizoen is een feit. Nice. Leclerc feliciteert Verstappen meteen vanuit de auto. Het respect tussen beide rijders is voorlopig toch nog groot. It was a really tough, but a good race. I mean, we were battling hard in the front. It was tough, but... really happy that we finally kickstarted the season. Het is maandag vandaag, maar toch geen extra time, maar wel een nieuwe aflevering van Wereldrecord met de kamp, bokskamp van de eeuw bij de vrouwen. En dat is om 20:20 op Canvas. Oké, dankjewel Maarten voor deze kijktip. Hey fishermen, hey Popeyes, don't forget to eat your spinach. Niet alleen Will Smith had een verrassing in petto op de Oscar-uitreiking afgelopen nacht. Zo ging de Oscar voor beste film. Niet naar de favoriet, The Power of the Dog, maar naar Coda. Een film over een meisje dat opgroeit in een gezin met dove ouders en een dove broer. Troy Kotsur, die zelf ook doof is. Hij won de Oscar voor beste mannelijke bijrol. Het mooiste applaus van de avond was meteen het stilste van allemaal. Het publiek in het Dolby Theater applaudisseert in stilte. 35 jaar na Marley Matlin, die ook meespeelt in Coda, is Kotsur de tweede dove acteur ooit die een Oscar wint. I just wanted to say that this is dedicated to the deaf community, the Coda community and the disabled community. This is our moment. Maar er was ook verbaal vuurwerk van de drie presentatrices. Look at Timothy Chalamet.
Oh, God. What happened? I don't know. It's not good. It's not good. You know what? I still smash. Jane Campion, The Power of the Dog. Thank you, Academy. It's a lifetime honor. Thank you. Van de 12 nominaties kon topfavoriet The Power of the Dog er maar 1 verzilveren voor beste regie van Jane Campion. Ook West Side Story won 1 Oscar voor de beste bijrol van de ravissante Ariana DeBose. Imagine this little girl in the backseat of a white Ford Focus. Look into her eyes. You see a queer, openly queer woman of color, an Afro-Latina, who found her strength in life through art. And that's what I believe we're here to celebrate. Voor de beste vrouwelijke hoofdrol in The Eyes of Tammy Faye had Jessica Chastain lieve woorden voor haar tegenspeler. My scene partner and collaborator Andrew Garfield, the brilliant Andrew Garfield. Thank you so much for bringing out the best in me by showing up every day with the best of you. Thank you. En zij schreef het mooiste liedje van 2021, Billie Eilish. En dan kijken we nog eens naar het weer. Vandaag hebben we nog een laatste mooie lentedag gekregen. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met kans op een lokale bui tegen het einde van de nacht. Minima tussen 5 en 8 graden. Morgen blijft het meestal zwaar bewolkt met vooral in het zuiden van het land nog enkele regenbuien. De maxima dan tussen 11 en 16 graden. En we eindigden, maar begonnen dit journaal ook met de Oscars. Meer bepaald met het incident op het podium tussen presentator Chris Rock en acteur Will Smith. Die gaf de presentator een klap in het gezicht nadat hij een opmerking maakte over zijn vrouw. Zo, bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een mooie avond. Tot ziens. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Oh, wow. Wow. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. The fucking... In een show die in Amerika live wordt uitgezonden, zoiets scripten? No way. Toen wist ik zeker, dit is een accidentele parcours. Dit was voor niet bedoeld. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees.